100.000 mensen in Groot-Antwerpen leven onder de armoedegrens en met dat cijfer scoort de stad meer dan dubbel zo hoog als het Vlaams gemiddelde. Vandaag, op de dag van het verzet tegen armoede, verzamelen honderden mensen op de Groenplaats om dat aan te klagen. Ze willen onder meer dat de laagste inkomens worden opgetrokken tot de Europese armoedegrens. Nu krijgen gezinnen die leven van het OCMW net geen 1.100 euro. Om boven die armoedegrens uit te komen, zou het leefloon met liefst 1000 euro moeten worden verhoogd. Lutgard en haar dochter leven allebei van een vervangingsinkomen. Al jaren doen ze dat, maar het is schrapen en elke cent twee keer omdraaien om rond te komen. Ik merk dat op verschillende punten. Ja. Op veel verschillende punten. Je kan niet zomaar naar de winkel gaan en zeggen van ah, dat vind ik vandaag nu wel eens een keer heel leuk. Dat wil ik nu wel eens een keer gaan kopen. Nee, dat gaat niet. De dochter van Lutgard wil liever niet op televisie komen. Ze woont in een appartement waar ze 500 euro huur betaalt. Maar er is alleen een klein dakraam en uit de kranen komt bruin water. Met een hoger leefloon zou ze willen verhuizen naar een betere woning. Haar appartement is volledig niet in orde. En ja, het zou dus beter zijn van een hoger inkomen te hebben en de appartementen lager. Zodanig dat zij niet bij iedereen moet gaan aankloppen van zeg maar, ik is een centje of kunnen we eens een keer samen naar de winkel gaan. En dan ook nog als zij een nieuw appartement wil huren. Vele huisbazen zeggen van ja nee, je hebt een vervangingsinkomen of je hebt huisdieren. Nee, dat laten wij niet toe. En dus vragen zowel Lutgard als haar dochter om de uitkeringen te verhogen in de hoop zo een menswaardiger leven te kunnen leiden.